Van harte welkom bij de eerste aflevering van PvdA Praat, waar we eens per maand op woensdagavond spreken over thema's met mensen binnen onze partij, boeiende mensen van buiten onze partij. En vanavond gaan we het hebben over onderwijs, over kansengelijkheid, lerarentekort, problemen op het mbo of de herwaardering van het mbo. En hiervoor vinden we het ook belangrijk dat jij als kijker thuis mee kunt praten. En dat kun je doen door je vragen in te sturen bij onze WhatsApp-lijn. En het nummer is 06-13-444-060. Dus WhatsApp vooral je vragen en dan komen ze af en toe hier naar binnen en zullen onze gasten die beantwoorden. Dan gaan we over naar de geweldige gasten van vandaag. Allereerst Aleid Truijens, schrijver, journalist en columnist voor de Volkskrant. Ja. Arjen van Drunen, wethouder wonen en onderwijs in Breda. Haptamoe de Hoop, Tweede Kamerlid, heeft vandaag heel veel over onderwijs gesproken bij de begrotingsbehandeling. Yes. Ja. En Steffi van der Meijden. En jij bent leraar van het jaar voor het voortgezet speciaal onderwijs. En daar hebben we heel erg mooi bewijs van. Bewijs? Ja. En dat gaan we even bekijken. De jury is van mening dat de winnende kandidaat uitblinkt door een excellente samenwerking in de klas en met het team. Op zo'n manier dat het onderwijs optimaal aansluit bij de onderwijsbehoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. En door het aanstekelijke enthousiasme en het hart voor alle leerlingen is de jury ervan overtuigd dat deze leraar de perfecte ambassadeur is voor het beroep van leraar in het speciaal onderwijs. Past iedereen er nog in? Ja. Nou, dan kan er maar één de winnaar zijn. De leraar van het jaar 2022 voor het speciaal onderwijs. En ze moet een stukje lopen, Steffi van der Meijden. Bij ons hoeft ze niet te lopen en zit lekker aan tafel. Yes. Echt van harte welkom. Dank je. Wat vonden je leerlingen ervan toen jij leraar van het jaar werd? Oh ja, fantastisch. Ja, het was ontzettend tof. Ik was daar met mijn moeder en met mijn vriend en mijn schoonouders, maar ook twee leerlingen. Die heb ik speciaal meegenomen. Ja, als je hun ziet, de gezichtjes, dat was al een feest. Ja, toen ik de volgende dag op school kwam, ja, fantastisch. Echt fantastisch. En luisteren ze nu een beetje beter naar je? En zeg, ja, ik ben wel onderwijzer van het jaar. Nee. Ze luisteren nog steeds even goed. Ze hoeven ook niet beter te luisteren. Ze doen het goed. Ja. Maar nee, daar zie ik geen verschil in. Nee. Hey, en je noemt jezelf een onderwijsgekkie. Ja. Moet je dat ook een beetje zijn om in het onderwijs werkzaam te zijn? Ja, ik denk dat je kan twee keuzes maken daarin. Ik denk dat er collega's zijn die net zo goed zijn als dat ik ben in het onderwijsvak. En zij werken misschien op de tijden dat ze les moeten geven, bereiden de lessen voor, gaan daarna naar huis. Ja, dat ik er misschien wel 60 uur in stop, dat is mijn keuze. Maakt mij niet beter, denk ik, als leerkracht. Ik denk wel dat ik heel erg mijn best doe om zoveel mogelijk te bereiken, zeg maar. En dat maakt wel dat ik een onderwijsgekkie ben. Maar het hoeft niet. Je kan ook wat rustiger aan doen. Maar de onderwijsgekkie wordt wel leraar van het jaar dan. Yes. Dat dan weer wel. Ja. Hartstikke mooi verhaal. Zoals we al zeiden, vandaag was er begrotingsbehandeling. Onderwijsbegroting stond op de agenda in de Tweede Kamer. Wat zou er wat jou betreft in zo'n begroting moeten staan? Ja, dat is altijd mooi. Ik ben altijd heel blij dat ik aan deze kant zit, zeg maar. Jij daar. Ik ben geen beleidsmaker. Dat is ook echt niet mijn ding. Maar wat ik wel heel erg hoop is, we praten heel veel, denk ik, over onderwijs. Dat doen we ook heel goed en dat is ook nodig. Ik mis alleen het stukje dat ik het soms echt aan mijn leerlingen kan laten zien en dat ik het ze kan geven. Wat wij allemaal voor hele mooie plannen bedenken, zeg maar. En ik denk dat ik dat heel graag zou willen. Dat ik het nu eindelijk een keer kan zien dat we het ook echt gaan doen met z'n allen. Wat bedoel je precies? Wat wil je ze laten zien? Nou ja, ik merk bijvoorbeeld dat er zijn. We hebben hele goede plannen, bijvoorbeeld over extra investeringen of het lerarentekort. Maar ik kom het nog niet helemaal tegen. En ik mag nu steeds vaker ergens komen. En dan denk ik, ja, ik heb echt het leukste beroep van heel de wereld.
Kom zelf eens een keer in de klas staan. Je bent welkom bij mij morgen. Kom lekker in de klas. Morgen kan niet. Maar kom eens een keer echt bij mij in de klas staan. Kijk die kinderen eens een keer aan. Kijk eens een keer in hun ogen. En dan zie je waar je je plannen voor schrijft. En ik denk dat we dan het misschien ook net iets meer gaan doen met z'n allen. Ik kom zo bij jou, Haptamoe. We hebben al een paar keer gehad over wat jij vandaag hebt gedaan. Maar eerst nog eventjes voor de mensen thuis die kijken. Schroom niet en zend een vraag in via onze WhatsApp-line. Het nummer is 0613-444-060. Zo dadelijk zullen de vragen via Luc Papers gesteld worden. Maar eerst de Haptamoe. We hebben al een paar keer verteld dat vandaag de onderwijsbegroting op de agenda van de Kamer stond. Heb je al mooie dingen binnen weten te halen voor de leerlingen van Steffi en anderen die met spanning wachten op grote plannen die voor het onderwijs nodig zijn? Nou, morgen hebben we de tweede termijn, dus dan worden echte moties en amendementen ingediend om dingen binnen te halen. Maar ik herken wel heel erg wat Steffi zegt, want het kabinet pronkt ermee dat het de grootste onderwijsinvestering ooit is. Grootste begroting qua onderwijsgeld ooit. Maar je kunt je afvragen, werkt het echt? En voelen leraren het, voelen docenten het en voelen leerlingen het? En ik heb het idee dat dat toch niet het geval is. Het is net als een beetje in de zorg, er is steeds meer geld naar het zorg, maar minder geld om te zorgen. En daar gaat iets mis. Ik merk dat we daar ook vanuit het kabinet heel veel geld zien, heel veel mooie discussiestukken, maar net wat te weinig plannen. En dat zit wat mij betreft met name op het stuk van lerarentekort en de kwaliteit in het onderwijs. Waar we gewoon, we hebben bijvoorbeeld nu wel de loonkloof gedicht tussen PO en VO, maar er wordt bijvoorbeeld voortgezet speciaal onderwijs niet in meegenomen. Nou, dat zijn van die dingen dat je, dat vind ik dan heel treurig, omdat daar juist ook een hele slag in is te winnen. En dat juist daar ook een hele specifieke groep zit, waar je als docent nog meer andere kwalificaties voor nodig hebt, die ook die waardering verdienen. Juist dat aspect van het lerarentekort vond ik het vandaag jammer dat wij heel veel suggesties hebben gedaan om dat aan te vullen. Maar dat bijvoorbeeld een partij als de VVD gewoon niet één nieuwe suggestie heeft gedaan om het lerarentekort aan te pakken. En dat mis ik heel erg bij de coalitie en dat proberen wij natuurlijk wel heel erg te doen. Ja, Steffi die begon al een beetje te zuchten en Aleid heeft de vinger omhoog. Dus Steffi, eerst aan jou het woord. Ik inderdaad ook zeggen, dan mis ik het VSO. Ja, dat is ook exact wat ik mis. Wij maken, als ik kijk naar mijn team, ik heb echt een goud team staan. Ook de organisatie, het MT, maar ook mijn collega's. Wij hebben zo'n specifieke keus gemaakt voor deze kinderen. En daar kiezen wij iedere dag voor. En dan zijn inderdaad, wat je zegt, is schrijnend dat we daar niet in mee worden genomen. En dat vind ik soms ook wel eens met het verschil tussen een leerkracht en een ondersteuner. Ja. De ondersteuners die bij mij op school lopen, die zijn net zoveel als dat ik ben. Sterker nog, zonder mijn ondersteuner ga ik het niet doen op een dag. En dat mis ik dan. Dan denk ik, laten we het allemaal. Het kan toch bijna niet zo zijn dat je, als je kiest voor kinderen die best wel kwetsbaar zijn, dat je daar te weinig of onvoldoende of andere salarissen voor krijgt. Dan wordt het nog lastiger om het lerarentekort bij ons in speciaal onderwijs op te lossen. En dat doet mijn speciaal onderwijs hart heel veel zeer. Ja. Aleid, jij begon ook te wiebelen op je stoel. Nou ja, maar over een heel ander onderwerp dan eigenlijk weer. Mij houdt ook al eigenlijk tientallen jaren bezig dat al heel veel geld dat in onderwijs wordt gestoken niet bij de leraar en de leerling terechtkomt. Ja. En eerlijk gezegd ken ik daar één grote oorzaak in. En dat is de bestuurlijke constellatie van ons onderwijs. Hè? Zowel voor het kwaliteitsprobleem van hoe leren we in vredesnaam alle kinderen lezen en schrijven. Dat kan. Je kunt alle kinderen leren lezen en schrijven. Lukt nu bij 25% niet. Kansenongelijkheid, lerarentekort. Al die dingen, die krijg je er op dit moment niet door. Omdat we de verantwoordelijkheid van het onderwijs volkomen uit handen hebben gegeven aan de schoolbesturen en de koepels. En die hebben niet in eerste instantie het belang van kwaliteit, kansengelijkheid, leerling en leraar voor ogen. Ja. Die willen
ja, leerlingen en ouders naar de school krijgen. Graag veel diploma's uitdelen en de grootste in de regio worden en de andere weg concurreren. Er is geen enkele prikkel om echt kwaliteit te leveren. En daartoe is volgens mij nodig dat... En helaas heb ik het vandaag bij die beschouwingen alleen maar gehoord uit de mond van Harm Beertema. Terwijl alle partijen waarop ik heel graag zou willen stemmen, zoals de PvdA, die hoor ik daar nooit over. Dus voor mij is het een heel groot probleem. Trek in vredesnaam die verantwoordelijkheid meer naar je toe. Er kan volgens mij een hele laag tussenuit. En zonder dat, dan zegt iedereen, wil je weer terug naar het Den Haag van voor die lumpsum verzelfstandiging van de schoolbesturen. Nee, Den Haag hoeft niet alles tot 6 cijfers achter de komma voor te schrijven. Maar die moet wel verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, voor wat kinderen leren, voor goede lerarenopleidingen. En dat iedere cent aan onderwijs uitgegeven de leraar en de leerling bereikt. En dat gebeurt nu niet. Ik denk dat Haptamoe daar best op wil reageren. Ja, nee, dat is een duidelijk betoog. En ik herken het ook. En ik stoor me er zelf ook aan dat we dan 8,5 miljard met die NPO-gelden naar het onderwijs gooien. 1 miljard naar de basisvaardigheden. Dan is er weer een functiemix voor MBO-scholen om daar de kwaliteit te verbeteren. Maar we maken eigenlijk geen heldere afspraken over wat we met dat geld willen. We geven geen kaders mee, we laten het aan scholen over. En uiteindelijk verdwijnt dat geld in bestuurslagen. Geen oormerk. Hebben bestuur geen oormerk meegegeven. Hebben besturen heel veel geld nog op de plank liggen. Ja. Terwijl de leerlingen en de docenten zelf daar te weinig van merken. Ja. Dus ik vind dat wij daarin heldere afspraken moeten maken. En dat de minister daar ook een grotere rol in moet nemen. PVV pleit er dan voor om... Hij heeft gezegd dat hij dat wil, hè, Wiersma? Ja. Dus dat is waar. Tegelijkertijd hebben wij bij de NPO-middelen het voorstel gedaan om daar juist meer kaders mee te geven en te evalueren. Ja. Dat wordt dan weer ontraden. Bij de functiemix hebben we ook gezegd, we willen het niet alleen bij de onderhandelingen, CAO-onderhandelingen neerleggen. Daar moet de minister ook een rol in nemen. Ja. En dat wil men dan net niet met die vrijheid van onderwijs. Ja. En ik vind dat dat anders moet. Ja. Tegelijkertijd pleit ik er niet voor om de hele lumpsum weg te doen, omdat ik dat ook een beetje kind met het badwater weggooien vind. Ik vind wel dat er politiek een veel stevigere rol in moet worden genomen. Want er komt geld, heel veel geld, maar niet op de goede plek terecht. Maar ik vind het juist zo in het linkse gedachtegoed passen. Hè? Dat je niet aan de onderwijsbobo's de macht geeft. Hmm. Maar dan komt er veel meer zeggenschap bij de leraar te liggen. Ja. En bij zoiets ouderwets als een rector. Kijk, nu zit er een hele klein laag tussen. Ja. Hè? Ja. Wij verdedigen het linkse gedachtegoed niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook op lokaal niveau. In de gemeente Breda doet Arjen van Drunen dat. We hebben veel gesproken over wat er vanuit het Haagse kan worden gedaan aan het lerarentekort, aan kwaliteit van onderwijs. Wat doe jij als wethouder onderwijs in Breda op dit terrein? Nou, wat ik doe is, ik hou lerarenlunches. Dus ik neem eens in de zoveel weken neem ik mijn broodtrommel mee. En dan ga ik in de lerarenkamer zitten. En dan ga ik het gesprek aan met leraren om van hen te horen wat er nodig is. Dan hoor ik heel vaak terug dat er bijvoorbeeld behoefte is aan een verlengde en een brede brugklas. Nu heb je vaak brugklassen die maar 1 jaar zijn. Onderzoek wijst al heel lang uit. De onderwijsraad zegt het. In Scandinavische landen zien we het. Dat juist bijvoorbeeld een brugklas van 2 jaar echt het verschil maakt. En tegelijkertijd doen we het, of 3. En tegelijkertijd doen we het nog op heel weinig plekken. Nou, afgelopen maandag was ik op zo'n school met een lerarenlunch, waarin die leraren zeggen, dit wil ik wel. Waarbij een directeur zegt, deze stap wil ik maken. En waar ik dan kijk als gemeente, hoe kan ik ondersteunen om te zorgen dat we die stappen gaan maken. Dit is wel waar je een verschil kan maken. Ik had ook gehoopt dat dat een plek zou krijgen in de onderwijsbegroting, omdat de onderwijsraad zegt het, in Scandinavische landen zien we het, en we pakken er al jaren niet op door. En kansenongelijkheid bestrijden. Exact. Ja. En als het gaat over, daar ben ik het wel mee eens, vaak wordt in onderwijs nog te veel gedacht, groter is beter. Dan klopt, wij als gemeente gaan over de onderwijshuisvesting, en dan klopt de school bij mij aan en zegt, kijk, wij groeien, en zorgt u voor extra lokalen voor mij. Ik zeg, maar die groei die gaat ten koste van de school naast u, en dat die wordt leeggetrokken. Waar deden we niet zorgen voor dat we het allemaal beter krijgen? Nee, de onderwijssegregatie neemt alleen maar toe. En dan zeg ik als wethouder, dat ga ik niet doen, ik ga niet die onderwijssegregatie financieren door een extra bijgebouw bij te zetten. Nee, dan moet je een streep trekken, moet je zeggen, groter is in het onderwijs niet beter. Ja, maar ook hier zie je weer de macht van de schoolbesturen, hè? Want die preken voor eigen parochie, hun eigen school. Ja.
Arjen noemt de brede brugklas. Ja. 2 jaar, 3 jaar dat leerlingen bij elkaar zitten om het keuzemoment later te laten vallen. Als belangrijk instrument voor kansengelijkheid. Is dat ook iets wat in het debat aan de orde komt? Of wat in jouw inbreng in de Kamer belangrijk is? In de inbreng in de Kamer is het heel vaak aan de orde gekomen. Deze keer heb ik er zelf in de begroting niet voor gekozen om dit nog een keer naar voren te brengen. Maar ik ben hier helemaal voor. Ik vind dat kinderen veel meer de ruimte moeten krijgen om te laten zien hoeveel talent ze hebben en wat voor talent ze ook hebben. Ze moeten verschillende dingen, moeten ze mee in aanraking komen en niet te snel in zo'n hokje worden gestopt. Dat stoort mij enorm. Maar ik zou eigenlijk nog veel eerder willen beginnen. We zien dat het kabinet nu gratis kinderopvang wil. Maar daarvoor kiezen ze heel erg dat arbeidsmarktaspect. Ze zeggen ja, gratis kinderopvang, want we moeten veel minder deeltijd werken in Nederland. Dat is enerzijds terecht, maar ik zou veel liever die kinderopvang in willen richten als publieke voorziening voor een voorschool. Zodat kinderen nog eerder met elkaar in aanraking komen. Zodat kinderen die thuis net niet worden voorgelezen, dat die daar wel woordjes leren die ze thuis niet horen. En nou, dat zijn van die dingen dat ik denk, goh, kabinet, er zit zoveel extra in als je er een ander accent op legt. Want tuurlijk, er wordt relatief veel deeltijd gewerkt in Nederland, maar potverdorie, een leraar die deeltijd werkt, dat is in de praktijk voltijd. En een leraar die voltijd werkt, dat is in de praktijk nog veel meer dan fulltime. Dat zei je vanmiddag, hè? Dat vond ik heel goed dat je dat zei. Ja. Maar de kinderopvang is in Nederland, en dat is echt bizar, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken. Een pertinente weeffout. Dat had natuurlijk onderdeel moeten zijn van het ministerie van Onderwijs. Ja. En dat ministerie van Onderwijs moet aan de deur kloppen en zegt, dit is onderdeel van ons, want daar worden al de eerste stappen in ongelijkheid gezet. En ik zou er echt voor pleiten dat de kinderopvang naar onderwijs gaat en niet blijft hangen bij sociale zaken. En niet in commerciële handen is. Ja. Want als je straks vrijwel gratis kinderopvang wil en je geeft al dat geld aan de cowboys van de kinderopvang. Nou, ik zou het niet doen. Ja. Eens, publieke handen. Ja. Ja. Jij hoort al deze verhalen over de plannen in Den Haag, de plannen in Breda, weeffouten in het systeem. Zie je ook een vertaling naar jouw eigen inzet? Heeft dat effect op jou als er een brede brugklas zou komen? Of is dat gewoon niet aan de orde voor het soort leerlingen waar jij les aan geeft? Ja, wat ik mooi vind is dat ik denk, tuurlijk brede brugklas, maar als je kijkt naar bij ons in het speciaal onderwijs, wij zijn echt al wel heel erg goed in dit soort dingen. Wij zijn echt al heel goed in het kijken naar de individu, wat heeft diegene nodig? Waar liggen de onderwijsbehoeftes? En dat kunnen wij zo mooi, dat ik het aan de ene kant heel trots ben dat ik kan zeggen, wij doen dit echt al heel erg goed. En aan de andere kant denk ik, oh ja, maar wij blijven toch dat VSO, waar we dan niet mee worden genomen in bepaalde ideeën, of waar vaak krijg ik nog steeds de vraag als ik vertel, ik werk in speciaal onderwijs, oh, is dat niet zwaar? Ja. Jezus, het zijn wel mijn jongens, zeg maar. Ja. Daar mag echt wel, we doen het heel goed. En zij ook. Ik denk dat we daar allemaal iets van kunnen leren nog. Hartstikke goed. Ik zou zo dadelijk ook verder willen spreken over het mbo en kansengelijkheid en wat daar aan de orde is. Maar gelukkig zie ik Luc Pepers al binnenlopen. Want via onze WhatsApp-line kunt u vragen stellen. Dat is 06-13-444-60. En Luc Pepers heeft een paar vragen binnengekregen en zal die aan ons voorleggen. Absoluut, Esther Mirjam. Ja, we hebben een aantal hele leuke vragen binnengekregen. Ik heb voor deze keer een kleine selectie gemaakt van 3 vragen. Waarvan de eerste 2 aan Haptemoe zijn. Haptemoe Melle vraagt. Studenten die dan van de loopbaan komen of een loopbaan hebben vanaf de universiteit en het hbo naar het mbo. Als je dat wilt doen, dan moet je je OV-kaart terugbetalen. Dat vindt hij een onprettige gebeurtenis. En hij wil eigenlijk weten, wist jij hiervan en wil je ook iets aan doen? Ik hoorde dit toevallig van iemand die mij een aantal weken geleden mailde. En toen heb ik het ook gedeeld met het ministerie van Onderwijs. Van, hey, wisten jullie dit? Ik wist het eerst niet voordat ik dat verhaal via de mail ook kreeg. En er wordt nu wel naar gekeken in hoeveel gevallen het gebeurt. En ik vind zelf dat het niet moet. Want we zien helaas heel veel jongeren willen heel graag dan naar de universiteit toe. Maar als ze daar dan zitten, komen ze soms ook wel achter dat het beroepsonderwijs gewoon veel beter bij hen past. En dan moeten we juist die stap faciliteren. En dan moet je niet op beboet worden. Dan moeten we juist jongeren de ruimte voor bieden. Om te zorgen dat ze wel op die plek terechtkomen waar ze fijn onderwijs hebben. En zometeen een beroep kunnen uitoefenen waar ze gewoon thuis horen en zich prettig voelen. Dus ik vind dat dat niet beboet moet worden, maar juist gefaciliteerd moet worden.
Oké, dankjewel. Dan de tweede vraag van Peter uit Nijmegen. Peter is al 33 jaar docent. Hij geeft al 33 jaar met ontzettend veel plezier les. Waar hij al 33 jaar ontzettend gek van wordt, zijn die constante onderwijsvernieuwingen. Onderwijsvernieuwing naar onderwijsvernieuwing, word je er zelf in Den Haag nog niet helemaal gek van. Nou, dan moet ik zeggen dat ik jonger ben dan dat Peter in het onderwijs zit. Dus, wat dat betreft heb ik iets minder onderwijsvernieuwingen meegemaakt. Maar ik kan het me wel heel goed voorstellen. En we hadden ook een discussie over het lerarentekort en controversiële maatregelen die we zouden moeten nemen. Ik zei nou, minister, ik heb een hele controversiële maatregel. Geef leraren nu gewoon de tijd en de ruimte om te doen wat zij denken dat goed is. Om echt die best practices toe te passen, zodat zij dat uit hun ervaring hebben opgedaan. En we willen van alles en nog wat in het curriculum stoppen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat een leerling goed kan lezen, goed kan schrijven en ook een stuk burgerschap meekrijgt. En daar moeten we leraren in faciliteren. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je heel lang in het onderwijs zit en gewoon weet hoe je je kinderen het beste onderwijs kunt geven, dan komt er weer een of ander patsboom gek idee uit Den Haag dat je denkt, hou nou eens op, ik wil gewoon mijn werk doen. Dus dat kan ik me goed voorstellen. Oké, dankjewel. En de laatste vraag die is voor Steffi. Die komt van Marieke. Zij zegt, ik las laatst in de krant dat veel leerlingen ontbijt mee moeten nemen naar de klas. Of zonder ontbijt naar de klas moeten komen. Herken jij dit uit de praktijk? Ja, helaas wel. Zeker, ja. Sterker nog, ik neem zelf vaak extra brood mee. Ik heb een heel mooi kastje op school waar ik van allerlei producten in heb zitten. En ja, het wordt eigenlijk alleen nog maar erger als ik heel eerlijk ben. Ook qua hygiëne zien we het op school heel vaak. Dus ja, helaas herken ik dat. En dat doet zeer, kan ik je vertellen, als je dat 5 dagen in de week ziet. Ja. Misschien als ik daarop mag aanvullen. Wat ik nu zie in Breda is dat verschillende scholen, die hadden een kast in de aula staan en dan stond dan brood in een beleg. Maar veel kinderen vinden dat natuurlijk heel erg eng om naar die kast te gaan. En voelen ze dat ook een beetje stigmatiserend. Ja, ja. En wat die scholen nu naartoe gaan is alle lunches in de klas. In de mentorklas de lunch. Omdat dan vervolgens de mentor ziet van, hey, wat voor eten neemt iemand mee? Neemt iemand überhaupt eten mee? En vervolgens daar het gesprek aan kan gaan van waarom, en niet in die les natuurlijk, maar daarna. Waarom heb je geen eten bij? Wat heb je precies meegenomen? Om op die manier te kijken, wat is hier aan de hand en wat speelt er achter het verhaal en wat speelt er bij dit kind? En dat helpt. En daarin zie je dat zij, nou, soms gaat het dan over armoede, soms gaat het over bulimia. Maar door die lunches in de klas, zegt de mentor, weet ik eigenlijk veel meer van de thuissituatie van het kind dan ik eigenlijk altijd daarvoor wist toen we de lunches nog gewoon in de schoolkantine hadden. Maar hier zijn wij dus ook in het speciaal onderwijs al echt al wel weer voorlopers op. Want wij eten, ik ben de hele dag met de kinderen en ik eet de hele dag met de kinderen. Dan denk ik, ja, dit is voor mij, kom op, dat kan toch niet dat we dat nu pas achterkomen. Ik eet 4 jaar al met de kinderen en dat is hartstikke gezellig. En daardoor weet ik precies, oké, die heeft geen eten bij. Ik hoef de vraag al bijna niet meer te stellen, omdat ik aan een oogcontact al voldoende weet. Dan denk ik, waar blijven wij in dat speciaal onderwijs? Ook dit hadden we jullie kunnen vertellen, zeg maar, een aantal jaar geleden. En Steffi, ga je dan ook met de ouders in gesprek daarover? Ja, zeker, zeker. Ja. En ik moet zeggen, ook dat vind ik dat we in speciaal onderwijs heel goed doen. Ik als leerkracht ga in gesprek met de leerling. Vervolgens vraag ik even met de orthopedagoog van, hoe zit dit? Kunnen we dit direct naar de ouders doen? Of we denken daar echt met z'n allen, wat we ook in onderwijs beter kunnen doen, samen over na. Het is bij mij geen mini-werkplek, mijn lokaal, maar wij werken echt met z'n allen samen. Nou ja, dan ga ik dus met mijn orthopedagoog in gesprek en dan maken we de keuze. Bel ik als leerkracht of belt de orthopedagoog? Of gaan we helemaal niet bellen omdat we de situatie weten, maar gaan we gewoon helpen? Gaan we het gewoon doen? Ja. Dat het urgent is, ja. Ja, ja. Ja, zeker. Het is wel treurig, hè, dat dit nog steeds bestaat. Kinderen zonder en wat je zegt, het neemt toe, hè. Er zijn 300.000 kinderen in Nederland die in armoede leven. Dat zijn 4 volle Johan Cruijff arena's. Er zijn meer kinderen in armoede dan dat er in heel Utrecht leven. Ja. Nou ja, en dat hoop ik ook wel dat we dat ook in de Kamer gaan zien. Ja. Kijk, voor mij, ik zie dat iedere dag. En niet 1 keer, want ik heb een lunch of een eten. Hè, ze eten om 10 uur, ze eten in de lunch en we eten ook nog wel eens later. Dan zie ik dat dus 3 keer bij het kind en dan ook nog 5 keer. Ja, daar word je echt niet gelukkig van. Nee. En dat maakt,
Maar dat is geen onderwijsprobleem. Het is natuurlijk een... Zeker. Armoede is... Ja. Ja, ja. Dat kan, nou, ik ben het ministerie van Onderwijs kan niet alles oplossen, denk ik. Maar ik denk wel dat we het met elkaar moeten doen. Ja, want dan krijg je weer zeker. Deze problemen. Dus volgens mij moeten we gewoon voor elkaar zorgen. Dit zou het ministerie van SCG nou wel moeten doen. Mensen zouden een hoger inkomen moeten hebben. Ja. Maar tegelijkertijd is de school natuurlijk wel een signalering. Ja, dat zeker. Ja. Ja. We gaan even terug naar wat ik eerder aankondigde. MBO. Ja. Mega belangrijk onderwijs, noemt onze Ton Heerts dat, burgemeester in Apeldoorn en voorheen voorzitter van de MBO-raad. Ik ga zo even vragen wat Haptemoe daar voor plannen heeft, maar Aleid, je hebt dat heel erg scherp in een column geanalyseerd, dat we het allemaal heel belangrijk vinden, maar daar blijft het dan ook een beetje bij. Ja, ik heb er heel vaak over geschreven, ik weet niet precies welke column, maar wie wil je eerst? Jij, Aleid. Oh, ja. Nou ja, ik geloof dat... Om te beginnen, ik ben het er heel erg mee eens van, laten we alsjeblieft heel veel aandacht hebben voor die studenten van het MBO en zorgen dat dat ontzettend goede opleidingen zijn die aan de ROC's worden gegeven. Want het grootste deel, geloof ik, van de Nederlandse pubers gaat daar naartoe. Dus dat moet van hoge kwaliteit zijn. En het is ook daar dat we dingen als laaggeletterdheid en kansenongelijkheid moeten bestrijden. Ja. Ook op het VMBO trouwens. Hè? Maar waar ik een beetje bang voor ben, en dan begin ik helemaal aan de andere kant van het betoog, is die... Kijk, natuurlijk zou het heel mooi zijn, hè, als mbo-studenten ook op kamers kunnen wonen, een OV-kaart krijgen en noem maar op. Maar waar het maar daarmee los je de problemen niet op. Wij hebben in Nederland het onderwijs ingericht als een ladder. En die ladder zit in ieders hoofd en ook in de leerkracht van groep 8 verankerd. Hè? Ja. Van je mag naar het VWO als je slim genoeg bent. Je moet naar het VMBO. Hè? En dus als je een VMBO-advies hebt, mag je niet naar de HAVO. Dus we doen net alsof het allemaal gelijkwaardig is. Maar vanaf groep 8 weten kinderen en hun ouders maar al te goed waar ze op die ladder worden gezet. En kijk, als je de positie van het MBO wil verbeteren, moet je beginnen met die selectie. Met kinderen niet op 11-jarige, 12-jarige leeftijd vastpinnen. Want waar komt de minachting die helaas heel veel mensen voor MBO'ers hebben vandaan? Daar, hè, het begint al bij dat kinderen huilend naar huis lopen met een VMBO-advies. Ja. En kijk, je kunt, en wat ook nog speelt, mensen met een MBO-diploma, prachtige beroepen waar we allemaal heel veel gebruik van maken, van de verpleegkundige tot de kapper, tot de automonteur en noem maar op, de loodgieter. Maar gemiddeld genomen verdienen ze de helft van wat een academisch opgeleide verdient. Nou, dat weten ouders ook en dat weten kinderen ook. Zolang onze maatschappij dat doet, kun je niet zeggen leven het MBO, want de maatschappij drukt die MBO'ers naar beneden. Hè? Ja. En je kan dat ook niet cosmetisch oplossen van hartstikke goed, dat MBO. Daar slaapt iets heel valsigs in. Ja. Ik heb als econoom goede hoop dat er vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt, waar het gaat om mbo'ers, ook langzamerhand de salarissen daarmee omhoog gaan. Ja. Maar ik denk dat... Dan gaat het veranderen. Maar dat is niet het enige wat moet veranderen. Nee. Ik vond die documentaire Klassen zo schrijnend, waarin zo'n leerling het advies krijgt inderdaad van, ja, sorry, je hebt zo hard gewerkt, maar ja... MBO, maar VMBO, zit er niet in. Terwijl die twee leerkrachten werden als... Ik vond een geweldige serie, hè? Ja. Maar die twee ontzettend lieve, aardige vrouwen, die leerkrachten, werden als lichtend voorbeeld neergezet. Maar wat deed die ene? Onderadviseren van dat talentvolle meisje met die zieke grootouders. Nee, ja, toch maar geen VWO. Waarom niet? Ze presteerden op VWO-niveau, maar die verwachtingen van die leerkrachten werden dus al die sociale dingen erbij meegeteld. En dat is wat er in het onderwijs gebeurt. We hebben lage verwachtingen van kinderen van wie we denken dat de sociale omgeving zwak is, waardoor we ze dubbel belasten. Ja. En met het milieu, daar kunnen ze niks aan doen. Maar dan gaan we ze ook nog eens met lage verwachtingen opzadelen. Ja. Zag je in die serie helaas ook? Ik vind overigens ook dat die terminologie problematisch is. Hè? Laag en hoog. Het gaat om talenten die je ertoe doen. Ja, maar je hebt ook lage verwachtingen. Ja. Hè? Lage verwachtingen hebben van mensen. Ja. Dat is iets anders dan laag en hoog onderwijs. Ja. Je verwachtingen van iemand
of dat nou op praktisch of intellectueel of artistiek gebied je verwachtingen moeten. Daar mag je wel degelijk over hoge verwachtingen spreken. Ja, ja. Ja. Haptamoe, wat kunnen we in de Kamer doen om deze ingewikkelde puzzel op te lossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het mega belangrijk onderwijs ook als belangrijk wordt gezien? En dat leerlingen die naar het VMBO gaan gewaardeerd worden om de talenten die zij hebben en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de maatschappij. Wat kunnen we daar in de Kamer aan doen? Of wat doe je daaraan? Nou kijk, we hebben het in de Kamer heel vaak over kansengelijkheid. En dat vind ik ook ontzettend belangrijk. Alleen, ja, er zit ook iets meritocratisch in. Mm-hmm. Namelijk dat, ja, er zitten gedachten bij iedereen dat kansengelijkheid en dat onderwijs emancipatiemotor van vooruitgang zou moeten zijn. Dat iedereen daardoor dan maar het VWO zou moeten behalen. Maar dat is niet zo. Nee. Voor mij betekent vooruitgang dat iedereen het beste kwalitatieve onderwijs krijgt waar hij of zij zich thuis voelt. En die focus die heeft gewoon gezorgd tot een gestaagde uitholling van de mensen die een beroepsopleiding doen. Ja. En dat zien we helaas in de waardering. We zien het ook in uitsluiting van mbo-studenten die in Utrecht af en toe niet eens de kroeg inkomen, die geen kortingen krijgen op hun verzekeringen. En ik vind dat zo zorgwekkend. En we hebben het heel vaak over het belang van de beroepen die mbo-studenten uit moeten voeren, die ontzettend van belang zijn. Ik doe dat ook heel vaak. Maar ik vind ook wel dat we soms te veel oog hebben van de beroepen die we nodig hebben, maar te weinig oog voor de studenten zelf. En ik vind dat daar ook een opdracht ligt voor de Kamer, dat het ook verder komt dan mooie woorden, maar dat we ook echt zorgen voor gelijke rechten voor mbo-studenten. Dat ook zij bijvoorbeeld een Erasmus Plus-studie kunnen doen, zodat ze ook de dingen in Europa kunnen zien en zien dat ook voor hen het werkt en niet alleen voor mensen die universitaire studies hebben gedaan. En er zit zoveel mogelijkheden in om mbo-studenten in positie te brengen, want er zit zoveel talent en als je telkens te horen krijgt dat het eigenlijk niet goed genoeg is, ja, wat doet dat? Wat doet dat? En ik vind het ook heel erg om te zien dat steeds meer scholen rechtszaken hebben tegen ouders die boos zijn omdat hun kind een VMBO-advies krijgt. Ja, als je thuis, ja, als dat thuis al niet. Nee, maar dat ik, is, ik, ja. ik ben tegen onderadvisering. Hè? Ja. Maar je ziet ook dat ouders die toevallig veel verdienen, het heel moeilijk vinden om te accepteren dat hun kind naar het VMBO gaat. Dat vind ik ook heel zuur. Schandalig. Maar je zou gewoon van die hele selectie in groep af moeten. Waarom zou je als leerkracht in groep 8 de toekomst van kinderen voorspellen? Laat die kinderen gewoon jarenlang zich ontplooien, tonen wat ze leuk vinden, wat ze kunnen, waar hun talent. Nee, maar dat heeft mijn voorkeur natuurlijk ook. Dus dan ben je daar ook vanaf. Van die, van die huilende kinderen en drammerige ouders. Want vanuit die ouders bezien snap ik het wel. Als in deze maatschappij de kansen voor op banen en huisvesting zoveel lager zijn voor VMBO'ers, dan snap ik dat verdriet van die ouders wel. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Arjen heeft zijn hand omhoog. Jij wilde reageren. Nou, kijk, waar bijvoorbeeld wat niet goed gaat, is bijvoorbeeld, als je kijkt naar Breda, dan had je, als je op de basisschool zit en je gaat waarschijnlijk naar HAVO of VWO, dan kon je bijvoorbeeld het technasium al doen en dan kon je kennis maken met het voortgezet onderwijs. Als je op het voortgezet onderwijs zit en je gaat waarschijnlijk naar het HBO of het universitair onderwijs, kon je al kennis maken met het HBO of het universitair onderwijs. Maar als je op de basisschool zat en je wilde naar het VMBO, dan was er niks. En als je op het VMBO zat en je wilde naar het MBO, dan was er ook niks. Dan kon je niet kennis maken. Dat zijn echt van die dingen die anders moeten. In Breda hebben we nu bijvoorbeeld een aantal scholen die zeggen, hey, als jij in groep 7, groep 8 en je gaat de stap zetten naar het VMBO, dan kun je al kennis maken bij ons en gaan we juist ook werken aan de vaardigheden die je hier nodig hebt. Hetzelfde als je op het VMBO zit en de stap naar het HBO of het MBO gaat maken. Dan kun je kennis maken met de vervolgonderwijsinstelling waar je dan terecht kan. Maar dat is een hele andere manier van denken. We vonden het heel normaal dat als je HAVO of VWO ging doen, dat je dan een technasium deed. Of als je naar het hoger onderwijs ging, dat je dan al kennis kon maken. Maar niet op het MBO of het VMBO. Dat zijn dingen die we echt moeten doorbreken in het denken over het MBO. Kunnen we ook nog inspiratie halen uit jouw leerlingen hier, Steffi? Jullie hebben het zo een mooie voorbeeldfunctie in allerlei zaken die jullie goed regelen op jullie onderwijs. Ja, ik denk dat wat ik voortdurend doe, is kijken naar waar zit je talent en waar word je gelukkig van. Mm. En ik hoor echt weer hele mooie dingen. Maar dan denk ik, laten we ook weer even terug naar de basis, zeg maar. We moeten kijken naar het kind. En dat hoor ik wel een beetje, maar mis ik ook nog een beetje. Ja. Ik denk dat we vooral moeten kijken waar worden ze gelukkig van, waar zijn ze goed in.
En ja, minder praat ze een keer met het kind. Waar wil jij naartoe? Welke school lijkt jou leuk? Wat wil je later worden? Weet je dat al of weet je dat niet? Mm-hmm. Ik denk ook dat het lastig is. Hè? Ook om ergens is een advies ook nodig, denk ik. Want hoe gaan we het anders doen? Dat vraag ik me dan ook wel af. Door kinderen tot een jaar of 15, 16 gewoon heel veel aan te bieden. En zodat je ook niet... Er zitten kinderen op een gymnasium die heel graag meer ontwerpachtige dingen zouden willen doen. Die pin je ook op een 12e vast op een intellectuele carrière. Hmm. Die ze misschien helemaal niet nastreven. Laat het langer open. Ja. He, want dat voorspellen, dat zit mij zo dwars. Dat je, dat is duidelijk. En wie is zo al wetend dat die van een kind van 11 kan zeggen... dat is jouw pad, daar hoor jij. Mensen horen... Kijk, dat ontkent ook van wat... goed onderwijs kan bereiken. Hè? Ja. Goed onderwijs laat een kind inderdaad... geef je de werktuigen in handen om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Terwijl wij willen al determineren van... jij bent echt helemaal gebakken voor dat vakje in de samenleving. Maar daar zitten ook, ook wel de kansen voor jezelf. Als ik naar mezelf kijk, ik ben begonnen op VMBO... volgens mij gemengde leerweg. Toen dacht ik, dat was niet passend voor mij. Het ging terug naar kader. Vanuit kader ging naar het mbo. Vanuit mbo ging naar het hbo. Volgens mij kan je het ook wel pakken als je het wil. Ja. Maar dan nog, dan zeg je nog... wat Hapte net terecht zegt, van hoger is al maar beter. Ja. Dus dan moet je... En ja, er zijn maar zo weinig leerlingen die dat lukt, dat klimmen. Omdat het ook heel lang ontmoedigd is. Hè? Ja. Het is niet de bedoeling dat al die mbo'ers hbo en universiteit gaan doen. Nou, bij mij was het andersom. Ik zat op het gymnasium en toen wilde ik naar de school voor journalistiek. En toen was het, je moet studeren. Dus we leggen kinderen al zo jong vast. Ja. Helder, goed punt. Ik heb verzuimd om onze WhatsApp-lijn nogmaals te noemen. Dat nummer was 0613444060. Luc komt toch binnenlopen. Dat is heel fijn, want die heeft vast een aantal vragen... ondanks mijn verzuim binnengekregen. En ik hoor graag wat er door de kijkers thuis is aangeleverd. Absoluut, Esther Mirjam. Ik heb weer een aantal leuke vragen binnengekregen. Deze keer hebben we een selectie gemaakt van 4 vragen... de eerste is eigenlijk aan Hap de Moe weer. Hap de Moe, waarom is het onderwijs niet gewoon gratis? Laten we ook wel erkennen dat heel veel geld natuurlijk ook naar het onderwijs toe gaat. Als je bijvoorbeeld, ik vind dat elke student recht moet hebben weer op een basisbeurs. Maar als we zien hoeveel geld er bijvoorbeeld naar studenten gaat, dan is dat behoorlijk wat. Ik vind wel dat we moeten kijken naar hoeveel... investeren we nou in de verschillende soorten studenten? Als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel geld naar de gemiddelde mbo-student gaat... door zijn hele onderwijsleven, dan is dat ongeveer 168.000. Als je nou kijkt hoeveel geld naar de gemiddelde wo-student gaat... is dat 193.000. Ja. Dus daar zit een gat van 30.000 euro tussen. Dan weet je dat de gemiddelde mbo-student helaas minder lang leeft... minder gezond leeft. Dus daar zit natuurlijk wel iets heel scheef in. Dus ik zou het gesprek wel aan willen gaan... waar moet nog meer in geïnvesteerd worden... of in het onderwijs of daarna? Nou, dan denk ik zeker dat dat juist weer... bij de mbo-studenten zo moet zijn. Vind ik ik bedoel, basisonderwijs is natuurlijk ook grotendeels gratis... middelbare onderwijs ook. Dus ik denk dat dat niet het grootste probleem is... van het onderwijs in Nederland. Nee. Oké, dankjewel. Arjen, de volgende is voor jou. Deze komt van Ilse... Het gaat over het ontbijt op school. Arjan, kunnen gemeentes dat ontbijt niet zelf oppakken? Waarom moet het vanuit de Rijksoverheid komen? Natuurlijk kunnen wij een stap daarin zetten. En dat doen we bijvoorbeeld in Breda ook. Daarin helpen we een club als het jeugdontbijt. Dat is een maatschappelijk initiatief in de samenleving. Juist ook om te zorgen dat niemand met een lege maag op school komt. Dat subsidiëren wij als gemeente Breda. En waarin we juist ervoor zorgen dat iedereen dus met een volle maag op school komt. En die volle maag is niet alleen om die volle maag maar te hebben. Maar omdat dat bijdraagt aan je kunnen concentreren in de les. Betere resultaten kunnen halen op school. Maar ik zeg ook, de gemeentes kunnen niet alle gaten die Den Haag laat vallen opvullen. En daar ben ik ook wel stevig in als wethouder. Want als ik dat doe, binnen no time loopt ook bij ons uit de pas, kunnen wij dat niet allemaal aan en moeten we keuzes maken. In Breda maken we dus die keuze voor zijn jeugdontbijt, maar kan niet alles opvangen wat Den Haag nalaat. Oké, dankjewel. Lijkt me heel duidelijk. Steffi, de volgende vraag is voor jou. Jij bent zelf docent, de enige hier aan tafel. We praten over het lerarentekort. Ik heb hier Willem en Willem vraagt zich af, wat zou nou voor een docent het vak aantrekkelijker maken om les te gaan geven?
iemand die docent wil worden eigenlijk? Ik denk sowieso dat we daarin meer positiviteit mogen gaan laten zien. Ik denk, mooi voorbeeld. 5 oktober werd ik samen met 3 andere finalisten voor de sector allemaal leraar van het jaar. Wij zouden allemaal aansluiten bij mooie talkshows. Dat gaat dan niet door. Allemaal om terechte redenen. Maar ik denk wel dat ik samen met mijn anderen, we hadden echt wel kunnen laten zien hoe mooi ons vak is. En daarom ben ik ook blij dat ik hier mag zijn. Ik denk dat we leerkrachten die positief over het onderwijs zijn, dat we die vaker aan het woord moeten laten. Dat is 1 ding. Ik denk dat we een beetje weg moeten van de krantenartikelen. Deze ouder wordt weer boos op deze docent. Dat is er, maar dat weten we. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om die positiviteit te laten zien. We hebben het net natuurlijk al over salariskloven, dat soort zaken gehad. Ik geloof niet zo heel erg in een bonus voor fulltime voor de klas. Ik denk dat we daar ook een plankje misslaan. Maar ja, laten we de positiviteit erin gooien in ieder geval. En dit soort dingen vaker doen. Volgende keer met 4 leerkrachten aan tafel. Of jullie allemaal een dag bij mij in het onderwijs. Dat denk ik. Het zou een leuk idee zijn. Ja. Dank je. Dan is de laatste vraag voor Haptemoe. Haptemoe, we hebben hier een mooi gesprek vandaag over onderwijs. Ik hoor je ook wel een aantal mooie ideeën over hoe we nou dat leraartekort kunnen oplossen. Gijs vraagt zich af, wat neem je nou mee naar het debat van morgen? Het tweede deel. Een aantal dingen. Ik denk wat we vandaag meermaals op tafel hebben gehad, is het belang dat er echt ruimte en tijd voor die leraar is en dat hij ook gewoon kan doen wat hij wil doen. En dat is namelijk gewoon kinderen, jongeren helpen en de kansen bieden die ze verdienen. Dus daar nog meer de focus op. We hebben het ook heel erg veel over kansengelijkheid gehad. Ik vind het ook iets binnen dat lerarentekort wat morgen ook weer nog meer op tafel moet komen. Want als je ziet waar heel veel geld van het onderwijs helaas naartoe gaat, is dat bijvoorbeeld schaduwonderwijs. Dus bijlessen. En dan zie je juist dat de rijkere ouders kunnen dat schaduwonderwijs betalen voor hun kinderen. En de jongeren die dat misschien extra nodig hebben, die zijn juist degene die de rekening betalen voor het lerarentekort. Ik zou het liefst helemaal niet willen hebben dat bijles nodig is. Want dat zegt sowieso iets over de staat van het onderwijs. Ja, en er zijn dus docenten bijles aan te geven die ook voor een volle klas hadden kunnen staan. Zo is het. Zeker. En die hebben keihard nodig. En het mbo. Ik denk dat we dat met z'n allen ook beaamd hebben. Dat daar zoveel meer nodig is. En dat het ook over veel meer moet gaan dan de beroepen die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Ook, maar wat juist nodig is voor hen zelf. En ik ga nog met Arjen in gesprek over wat we nog meer kunnen doen met de schoolontbijten. Want de armoede in de klas maak ik me echt extreem veel zorgen over. Waar ik ook hoop dat aandacht voor is het feit dat Den Haag doet op gemeenten een heel groot beroep als het gaat over het huisvesten van vluchtelingen. Specifiek ook als het gaat om het huisvesten van minderjarige vluchtelingen. Dan zeggen ze terecht, wonen is een grondrecht, juist voor deze groep. In Breda steken we onze nek uit. Maar vervolgens ontstaat het vervolgprobleem dat we 15 docenten tekort komen om onze minderjarige vluchtelingen voldoende onderwijs te geven. Dus een groep die hier nieuw komt, waarvan we verlangen dat ze integreren en mee gaan doen in onze samenleving, bieden wij veel en veel te weinig onderwijs. Dus het ene grondrecht los je op en vervolgens creëer je bij het andere grondrecht een heel groot probleem, namelijk te weinig onderwijs en kunnen we niet eens aan de standaarden voldoen die daarvoor staan. 15 docenten kom ik alleen al in Breda tekort. En daarin verwacht ik echt veel meer van Den Haag. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken krijg ik elke week wel een brief over huisvesting. Maar van het ministerie van Onderwijs hoor ik nooit wat als het gaat over te weinig onderwijs voor deze groep. Ja. Eens. En het nadeel. Ja. Ga jij maar. Oh, sorry. Eerst naar Leid en dan Haptemoe. Ja. In Amsterdam bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, daar zou je het lerarentekort voor een groot deel oplossen als je leraren een woning aanbiedt, bijvoorbeeld. Ja. Haptemoe? Ja. Ja, dit sowieso. En over die vluchtelingen, over het onderwijs voor vluchtelingenkinderen. We doen nu, ja, tuurlijk, die oorlog in Oekraïne had niemand direct aanzien komen. Maar al in 2017 heeft de Onderwijsraad een rapport geschreven. Die zeiden, als er nu een grotere toestroom komt aan vluchtelingen, kunnen we met z'n allen die kinderen niet lesgeven, terwijl we daar wel recht op hebben. In al die 5 jaar is er niks aan gedaan in het kabinet. Ik heb in april een oproep gedaan aan Dennis Wiersma. Ga er nou voor zorgen, want we zien dat die Oekraïnse vluchtelingen echt niet zomaar teruggaan. Dus gewoon een oorlog die lang gaat duren. Doe er wat aan en we zien nu nog meer signalen uit Breda, maar ook uit de grote 4 steden die zeggen, we kunnen dit gewoon niet aan. En ja, daar laat de minister van Onderwijs gewoon veel te weinig zien en hij levert niet. En we hebben 1 december een debat hierover, dus dan gaat dit zeker een punt van aandacht zijn. We boden lange tijd maar 2 keer 1,5 uur onderwijs per week.
Terwijl deze kinderen recht hebben op volwaardig onderwijs. En ik heb er nooit wat van gehoord. Ik probeer aan de bel te trekken, maar Den Haag komt niet over de brug. En terwijl dat keihard nodig is, want anders worden we straks weer cynisch. Want dan zeggen ze, hoe kan het nou toch dat deze jongeren niet goed geïntegreerd zijn? Ja, vind je het gek als je 2 keer 1,5 uur per week onderwijs krijgt? En het laatste, maar dat zijn al je leraren niet. Waar haal je ze vandaan? Ja. We gaan afronden. We raken maar niet uitgepraat bij PvdA Praat. Vooruit. Maar we moeten toch tot een afronding komen. Hartelijk dank alle vier voor dit fijne gesprek. We hebben onderwijs vanuit verschillende perspectieven met elkaar kunnen bespreken. Ook heel hartelijk dank aan de kijkers thuis. De geweldige WhatsApp-vragen die ons verder tot denken hebben gebracht. Ik wil graag melden dat de volgende aflevering van PvdA Praat plaats zal vinden op woensdag 21 december. En ik hoop u dan weer te zien. Hartelijk dank. Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland, niet zonder jou. Samen zorgen wij voor goede banen met een zeker inkomen. Dat kwetsbare kinderen er niet alleen voor staan. Het is tijd voor een economie waar iedereen meetelt. En dat we omkijken naar elkaar, juist nu. Het is tijd dat jij in actie komt. Niet zonder jou.